not B.I.G., not limited to the sky. Een ode aan strippers kan je Tina Turner haar private dancer niet echt noemen. Your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. Inmiddels is er veel veranderd. Dat kun je onder andere zien in de film Hustler. Met een cast waar je u tegen zegt, scoorden zij hoge ogen. The women in the story are very strong. Women who want to show their bodies, they don't feel like they're victims. More power to them. Wow. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het ontspannend werkt zo. Ik vond het wel lekker zacht. Ja. Hoe voel jij je als je aan die paal hangt? Ja, Beyoncé. Nou jij. Nou ik. Nee, dat kan ik niet. In de Tina Turner's nummer moest je je schamen als je stripper was. Taboe. Maar strippen is eigenlijk helemaal niet meer dat vulgaire baantje. Maar dat het eigenlijk gewoon iets is waar je heel zeker door kan worden. Sowieso word je heel zelfverzekerd van. Dat hoeft niet ordinair te zijn. Ons dans kan ook gewoon heel mooi en sensueel zijn. Want denk je ook dat beelden van vrouwen online of in films, dat het beeld van strippers wordt veranderd? Als je Cardi B hebt gezien aan de paal, geef je gewoon kracht. In de koek. You became a stripper. Did you like it? Did you hell yeah. You... Waarom het zo'n hype is, ja, ik denk, ja, geen idee. Ja, je merkt gewoon dagelijks dat meiden willen komen solliciteren. We hebben nu ook een stop erop zitten even. Ja, want jij gebruikt ook je eigen naam. Je schaamt je daar ook totaal niet voor. Nee, ik zie het er ook gewoon als een beroep. Net zoals dat jij presentatrice bent. In our society, once you hear stripping or sex working or anything like that, people, the judgment stops there. Ja, Connie? Ja. Ja. Doe maar. Maar ik mag nergens aanzitten. Nee, liever niet. Tenzij je echt heel veel geld in je zak hebt, dan mag je een keer zo doen. Ja. Maar heb jij dan altijd de touwtjes in handen? Ja, tuurlijk. Echt? I have the pussy, I make the rule. Dat is wel sick. Ja, is toch zo? Dat is misschien ook wel iets wat heel veel mensen niet weten. Is dat ze denken, nou, ja, als je strippen, dan mag je aanzitten. Ja. Maar het is niet zo. Is er dan ook iemand voor wie jij ooit nog zou willen strippen? Waarvoor ik echt, echt, echt zou willen strippen? Want hij is van Nieuwkerk natuurlijk. Not B.I.G., not limited to the sky.